Hey Vlinder, hoe was je stukje lopen? Aarde aan Vlinder. Hé, wat? Gaat het? Wat is er gebeurd? Oh, ik kwam een handlanger tegen van Justin. Wacht, wat? Ben je oké? Ja, ik ben oké. Rustig maar. Wat is er gebeurd? Ik weet het niet. Hij had zoveel pijn, zoveel verdriet. Hij doet dit niet omdat hij dit niet wil. Maar hij doet dit omdat hij geen andere keus heeft. Hoe bedoel je? Zijn slechte kant neemt hem over. Hij wil dit niet doen. En hij wordt gedwongen door zijn slechte kant. Dus jij zou Vlinder niet zijn om hem proberen te helpen. Klopt. Maar hij wil het niet. Vlinder, geef hem gewoon wat tijd. Ja, je hebt gelijk. Trouwens, had je al aan Toby verteld dat Justin inderdaad zijn broer is? Nee, nog niet gezegd. Misschien wel handig om te doen, Vlinder. Ik denk het ook wel. Toby, ik moet je wat vertellen. En dat is? Justin is inderdaad je broer. Ik weet het, maar Eva had me al wat dingen uitgelegd. Oh, gelukkig. Zo, explosie. Morgen, Mikey. Hallo, aarde aan Mikey. Wat? Oh, goedemorgen Patrick. Wat is er met jou aan de hand? Nee, er is niks aan de hand. Volgens mij ben je er niet helemaal bij met je hoofd. Nee, er is echt niks aan de hand. Komt het door Justin, met wat hij gisteren tegen je zei? Nee, ik kom niet door Justin. Oké, en wat anders, maar heb jij Justin gezien? Hij zou vast wel daar in het kantoor zitten. Ja, yeah, waar anders. Maar dankjewel. Kom binnen. Hallo, pizza bezorger hier. Ik weet niet wat er met Mikey aan de hand is. Hoe bedoel je? Hij is zichzelf niet. Ik ga straks wel even met hem praten. Maar nu eerst heb ik een plan om ervoor te zorgen dat wij niet de jaren krijgen. Wat is je plan dan? Wat nou als je net alsof doet dat je goed bent geworden? Vlinder vertelt je vast wel waar die tiara is. Ik weet niet of dat een goed idee is, Justin. Heb je een ander plan dan? Nee, eigenlijk niet. Oké, dan gaan we dit plan gewoon proberen. Is goed, Justin. En stuur die Mikey ook maar naar binnen. Komt goed. Justin. Oké, Mikey, even met je hoofd uit de wolken. Justin wil je spreken. Oké, is goed. Ah, Mikey. Wat is er met jou aan de hand? Hoe bedoel je? Je bent jezelf niet. Er is niks aan de hand, meneer. Ik hou jou in de gaten, jongen. Prima, meneer. Wat ben je aan het doen? Ik ben niks aan het doen. Wat ben je aan het doen met die jaren? Ik snap gewoon niet dat dat ding gewoon mijn krachten kan afpakken. Nee, dat ding als je weet. Oké, ik leg me weg.
Hey, Vlinder en Brijf. Hey, Toby. Gaat het een beetje, Vlinder? Ja, het gaat wel. Ik wou gewoon dat ik wist wat er in Justus hoofd speelt. Zodat ik hem een beetje kan begrijpen. Ja, het is ook echt veel te goed voor mensen. Ik ga nog even liggen, ik ben moe. Is goed. Rusten, Vlinder. Rusten, Toby en Brijf. Waar ben ik? Wacht eens even. Dit is het kantoor van Justin. Maar wat doe ik hier? Wacht eens even. Oh nee. Ben ik serieus in het lichaam van Justin? Oh nee. Oh. Goedemorgen, Justin. Goedemorgen, Patrick. Gaat alles goed met je? Ja. Alles gaat goed met mij. Oké. Maar heb je het gesprek al gehad met Mikey? Ja. Er is niks aan de hand. Ik zou hem toch maar in de gaten houden als ik jou was. Komt goed, Patrick. Ik ga heel even wat regelen. Ik ben zo terug. Oké. En vergeet de pizza niet. Wacht. Als ik in Justins lichaam ben... Oh nee, dan zit Justin in die van mij. Oh. Er is iets met Justin. Wat bedoel je? Is er weer met een verkeerde been uit bed gestapt? Nee, er is gewoon iets anders aan hem. Ja, het zal vast wel goed komen, denk ik. Ik mag het hopen. Oh, wacht. We gaan me nooit geloven. Justin, wat doe jij hier? Wat is jij? Levenslust. Ik ben het, Vlinder. Op een of andere manier hebben Justin en ik van lichaam verwisseld. Waar heb jij het nou weer over? Ja, ik weet dat het raar klinkt, maar het is echt zo. Geloof me. Oké. Vertel me één ding. En dan bedoel ik één ding die alleen Vlinder weet. Jij bent de jongste zusje van Janny. Vlinder, je bent het echt! Dat zei ik toch? Is mijn lichaam nog hier? Volgens mij nog boven. Justin, wat doe jij hier? Ga weg hier. Toby, Brijf, rustig. Ik ben het, Vlinder. Wacht, wat? Ja, ik weet ook niet hoe het is gebeurd, maar Justin en ik hebben van lichaam verwisseld. Wacht, Errol. Als jij Vlinder bent en Justin zijn lichaam. Yep. Gelukkig, hij slaapt nog. Zo.
Hallo, Justin. Wacht, waar ben ik? Wacht, wat is er gebeurd? We zijn van lichaam verwisseld. Wat? Ja, Justin, ik ben jou nu. Geef mijn lichaam terug. Nee, Justin. Je krijgt hem pas terug als ik een paar dingen recht heb getrokken. Geef mijn lichaam terug nu. Oh, wat is er, Justin? Kan je je niet bewegen? Wat toevallig. We hebben je vastgebonden voor de zekerheid. Nee. Eindelijk hebben wij nu een stapje voor op jou. En wat is je plan? Dat ga ik jou toch niet vertellen, Justin. Daar kom je vanzelf al achter. Brave, Toby, zorg ervoor dat hij niet ontsnapt. Komt goed, Vlinder. Ga je doen? Ik heb nu de kans om Patrick terug te krijgen, dus die neem ik. Doe alsjeblieft voorzichtig. Komt goed. Waar blijft die Justin? Geen idee. Wat was hij überhaupt aan het doen? Ja, geen idee. Misschien is hij nog nieuwe pizza aan het halen. Oh, daar heb je hem. Hallo, Justin. Eindelijk! Daar ben je. Wat heb je gedaan? Patrick. Volgens mij werk je voor mij. En niet andersom. Oké. Gaat alles wel goed, meneer? Waarom zou het niet goed gaan? Dat vraag ik aan jou. Het gaat goed hoor met mij. Ik ga even naar mijn kantoor. Als jullie me nodig hebben, ben ik daar. Oké, Justin. Dat is heel laat. Ik weet het niet hoor. Vertrouw het niet helemaal. Laat mij zomaar even. En wat denk jij te gaan doen, Justin? Laat me gaan. Wacht het niet, Justin. Toby, kom op, we zijn broers. Dit soort trucjes werken bij mij niet, Justin. Ik ben er klaar mee dat je vlinder dwars zit. Ze heeft niks gedaan. Ze heeft alles gedaan. Samen met die Logan. Wanneer dringt het nou tot je door, Justin? Ik ben vrijwillig weggegaan. Ik heb die keuze gemaakt om met meneer Logan mee te gaan. Leugens, wat hebben ze je doen denken? Denk wat je wilt, Justin. Het is de waarheid. En ik ken een perfect persoon die je dat ook kan vertellen. Hoe bedoel je? Laat me rusten, Justin. 1. Er moet hier iets te vinden zijn. Wacht. Ik zie een boekje. Dus dit is het plan. Mooi dat ik dit weet. Jij bent Justin niet, of wel? Waar heb jij het nou weer over? Natuurlijk ben ik Justin. Nee, jij bent Vlinder. En waarom zou ik Vlinder zijn? Ik kan door mensen heen kijken en ik zie gewoon dat jij Vlinder bent. Kom maar heen kijken. Alsjeblieft, verraad me niet. Wat doe je hier? Ik ben van lichaam verwisseld met Justin. Schiet op met wat je hebben moet en ga dan snel weg, ja? Wacht. Je helpt mij? Ja, raak er maar niet aan gewend. Dank je, Mikey.
Dankjewel. En? Er is niks aan de hand. Oké. Okay. Waar ben ik nu weer? Hallo Justin. Oh nee, we hebben jou ook weer. Justin, je moet echt iets doen met deze wraakgevoelens. Ik luister niet naar jou. Jullie hebben... Ik luister niet naar jou. Jullie hebben alles afgenomen wat mijn dierbaar was. Justin, je ouders hebben een ongeluk gehad. En Toby heeft er zelf voor gekozen om goed te blijven. Jij bent degene die het slechte pad op is gegaan. Hou op. Wat is er, Justin? Kan je niet tegen de waarheid? Je vergeet één ding. Vlinder is sterker dan je denkt. Ik krijg haar krachten wel, let maar op. Jammer, Justin, dat je zo bent geworden. Je ouders zullen je papa. Je ouders zullen zich vastschamen voor jou. Hou je mond. Dit hadden ze niet van jou gewild, Justin. Ik zei, hou je mond. Justin, je kan toch gewoon een band opbouwen met Toby? Alleen als je zelf wilt. Oké. Okay. Ik heb alles wat ik hebben wil. Nu is het tijd om... om terug te gaan. Eerst even slapen. Linda? Yes, ik ben mezelf weer. Welkom terug. Waarom doet mijn nek zo pijn? Sorry, mijn schuld. Geef niet. Kan je niks aan doen. Je zou het wel goed... Geef niet. Je kan er niks aan doen. Je zou wel een goede reden hebben gehad. Dat denk ik ook. Eén pizza, twee pizza's. Ik ben mezelf weer. Ja. Ah, Justin. Gaat alles goed? Ik voel me een beetje duizelig, maar wat heeft Vlinder hier allemaal uitgespookt? Hoe bedoel je? Je bent toch de hele tijd hier geweest? Nee, Vlinder was in mijn lichaam gekropen. We zijn van lichaam gewisseld. Ik zei toch dat er wat aan de hand was? Wat heeft Vlinder geprobeerd te zoeken? Oh, niks volgens mij. We hadden niet eens door dat zij het was. Klopt, als we het eerder hadden geweten, dan hadden we haar nog kunnen stoppen. We krijgen u nog wel. Ik heb iets gedaan met die Logan. Dus dan moeten ze wel die tiara geven. Wat heb je gedaan? Daar kom je snel genoeg achter. Ik heb nog een leuk idee. Het is tijd voor een Turkse pizza party. Ja! Kom jongens, we gaan naar de pizzatent. Kom.